Het is weer eens goed raak, er gaat van alles mis. De club van Sinterklaas weet ook niet wat het is. Het gaat weer eens goed fout, maar wie heeft dat gedaan? De brieven van Jacob, daar zit een luchtje aan. Het is weer eens goed raak, er gaat van alles mis. De club van Sinterklaas weet ook niet wat het is. Het gaat weer eens goed fout, maar wie heeft dat gedaan? De brieven van Jacob, daar zit een luchtje aan. Een ietsje beetje van dit. Aha, ja. En dan een heel klein beetje van dit er nog bij. Wat is dat? De oog, hè. De wegwijs, wat doe jij hier? Nou, ik doe niks. Doe dat ergens anders, het lijkt zo af. Nee, maar ik doe namelijk niet voor niks, niks, Prof Piet. Ik wou namelijk even een kleinigheidje met je bespreken. Oh, hè? Wat is dat dan? Nou kijk, zoals je weet hebben we vorig jaar natuurlijk erg veel last gehad van die Jacob. Jacob, ba. Ja, met dat blafpoeder. Oh, blafpoeder, hoogst onaangenaam. Ja, dat was heel vervelend, ja. Nou, je weet wat Sinterklaas pas zegt. Ja, tuurlijk. Ja. Wat? Nou, dat hij dit jaar een rustige intocht wil en dat hij wil dat er op het feest van Sinterklaas dat daar alles vlekkeloos moet verlopen. Vanzelfsprekend. Ja, want dat gedoe van vorig jaar, dat kunnen we echt niet meer hebben, nee, hoor. Nee, dat zeg ik. Ja, oh, dat had ik niet gehoord, zeg. Maar daarom is het van groot belang dat wij ervoor zorgen dat dit jaar alles heel goed gaat. En daarbij is één ding het allergrootste belang. Ja, wat dan, wat dan? Leiderschap. Ja, leiderschap. Kijk, in tijden van crisis is leiderschap een eigenschap waar veel vraag naar is. He? Een soort baken in barre tijden. En Prof Piet, wat doen bakens? Ik kan hier niet helemaal wegwijs uit wegwijs. Bakens wijzen de weg. Zoals bijvoorbeeld een vuurtoren de klippen langs de weg van de kust wijst. He? En wij weten natuurlijk allebei wie hier de aangewezen persoon is om de weg te wijzen. Recht, sorry gaat. Wie dan? Wie? He? Wie? Ik natuurlijk, Prof Piet. Ik ben de wegwijspiet. En dus zal ik de moeilijke taak in moeilijke tijden op mij nemen om het leiderschap te gaan beheersen. Maar zie je niet één klein dingetje over het hoofd wegwijs? Nee, dat geloof ik niet. Er zijn geen moeilijke tijden. Er gaat niets verkeerd. Er zijn geen balaffende pieten. Ja. Nee, dat bedoel ik niet, Prof Piet. Nee, ik bedoel eigenlijk, mochten er zich moeilijkheden voor gaan doen, nou, dan ben ik natuurlijk ten alle tijde bereid om, hoe zwaar die last misschien ook op mijn schouders mogen roesten, leiderschap op mij te nemen. Ja, maar er gaat niks verkeerd, hoor. Maar mocht er iets verkeerd gaan, dan ben ik ten alle tijde bereid die zware last van leiderschap op mijn schouders te nemen. Ja, dan, hè? Jacob! Jacob! Ja, vader? Jij zegt nou wel dat alles volgens plan verloopt. Maar hoe weten we nou of mijn, of ons plan werkt als jij niet weet aan wie jij die brief met dat omkeeraroma hebt gestuurd? Oh, maar dat is heel eenvoudig. Oh ja? Ja, omdat het omkeeraroma is, doet zo'n Piet precies het tegenovergestelde van wat er van hem gevraagd wordt. Dus ik heb onderaan die brief geschreven dat hij ons niet moet bellen. Maar omdat hij het omgekeerde doet. Oh! Ja! Zal hij ons juist wel gaan bellen natuurlijk. Briljant! Briljant plan! Ja, het had van mij kunnen zijn. Zeg maar, Jacob. Wanneer wordt er dan precies gebeld? Dat weet ik niet precies. Ik bedoel, het omkeraroma moet eerst gaan werken. Dan wordt zo'n Piet langzaam slecht. Gaat hij eerst de kleine dingetjes saboteren. Dat kan vandaag zijn, maar ook morgen. Morgen? Nou ja, ik zeg, we moeten gewoon nog heel even geduld hebben, vader. Geduld, geduld. Het kan maar niet snel genoeg gaan. Dat feest van Sinterklaas moet verpest worden. Hoe eerder, hoe beter. Het kan niet ver weg zijn. Dit moet. Waar heb ik hem nou? Hij moet hier. Hallo,
is dit echt... Hallo, muziek Piet. Zo. Ga maar even zitten. Gaat het een beetje, muziek Piet? Doet het pijn? Wat was je nou aan het doen? Ik ben mijn stemvork kwijt. Was je je stem maar kwijt? Heel erg grappig. Gisteren had ik hem nog. Ah, kom, muziek Piet. Het was maar een grapje. En als je wil, dan zullen wij je straks even helpen met zoeken. Toch, tussendoor Piet? Nou, nee, ik moet er van tussendoor. Oh, nou, dan help ik je toch met zoeken. Oh, maar als je hem vindt, dan zing ik straks als beloning een prachtig lied voor je. Nee, dat is echt nergens voor nodig. Nee, je kan beter je krachten sparen tot we weer in Nederland zijn. Juist, precies, ja. Nou, ik ga er van tussendoor. Hé, vertel nou eens even, muziek Piet. Waar ben je hem nou precies kwijtgeraakt? Nou... Hey Tess, Piet. Hey, hulp Piet. Waar kom je vandaan? Waar ben je laat? Oh, sorry. Het spijt me echt wel. Het zou niet meer gebeuren. Ik beloof het. Ik zweer het. Nou, zeg niet zo overdreven. Zo erg is het over niet. Dus je zegt niks tegen Sinterklaas? Waarom zou ik wat tegen Sinterklaas zeggen? Eigenlijk heb je één klein dingetje nog niet verteld. Deze opdracht om jou hier te helpen. Dat is de laatste kans die ik heb gekregen van Sinterklaas. Sinterklaas vindt me eigenlijk ook heel onhandig. Ik heb een keer op Amerika willen helpen. Toen is die gevallen. Amerika? Nee, man. Sinterklaas. Dus als ik jou nu niet goed help, dan moet ik hier weg. Nee, dat mag niet gebeuren. Weet je, jij helpt mij hartstikke goed. En ik ben echt heel, heel erg blij met jouw hulp. En ik ben heel erg tevreden over je. En ik wil ook echt dat het vanaf nu afgelopen is met die onzin over dat je zo onhandig bent, oké? Ja. Oké, wij gaan nu ballen testen en jij gaat me helpen. Goed? Nou had ik net mijn ballentestverslag hier liggen. Waar is dat nou? Daar zo? Nee. Nou, ga jij even door? Ga mee? Goed? Ja, dat is best. Ik ben zo terug. Ja. Ja. Hey, testpiet. Hoe gaat het? Sinterklaas. Hoe gaat wat? Het testen, natuurlijk. Heb je nog wel wat aan hulp, Piet? Hulp, Piet? Oh, nee. Ja, hulp, Piet is enorm, enorm behulpzaam. Ja. Sorry. En verder gaat alles naar wens? Ja. Nee, echt geheel naar wens. Ja. Zou er iets niet goed zijn dan? Nee, ik vroeg het me af. Zo te horen kun je straks wel wat secondenlijm gaan testen. Ja, ik denk het ook, ja. Ik denk het ook. Nou, succes verder. Als er problemen zijn, ik hoor het wel, hè? Ja, dag Sinterklaas. Dag, hoor. Ballentestverslag. Ik kwam dus hier vandaan. Ik moet het daar toch wel ergens gaan liggen. Hey, wat zijn jullie aan het doen? Muziek Piet is een stemvork kwijt. Oh. Hey, is toch niet heel toevallig deze stemvork? Ja, dat is hem. Die heb jij natuurlijk gestolen omdat jij geen fanmail hebt gekregen. Jij bent gewoon jaloers. Hey, muziek Piet, dan moet je heel... De stemvork van muziek Piet gestolen? Ik heb de stemvork helemaal niet gestolen. Die lag toevallig beneden bij de chocoladeketels. Heb jij weer van de chocolade gesnoept? Ik ben helemaal niet bij de chocoladeketels geweest. Vandaag. Nee. Die stemvork is helemaal vanzelf zo de trap afgelopen. Zo heb ik al erin. Ja, trippel, trappel, trippel, trappel. Hey, Americo! Americo is uitgebroken.